Matteüs 5:17, hoe verstaat jij dat? Nou, Ja, Jezus spreekt hier tegen zijn apostelen, tegen zijn jongens, tegen zijn volgers. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Hoe verstaat jij dat? En dan kan ik je zeggen of dat je dat juist verstaat of niet, want je wilt met Marco daarover discussiëren dus. Ja, want Marco zei dat de betekenis van het woord wet in dit vers, dat slaat op het Oude Testament. Dus Jezus is niet gekomen om het Oude Testament te kapot te maken, destroy, vernietigen, maar om het te vervullen. Ja. Ja, hij heeft hem gelijk. Oké, en ik weet dat Marco dan tegen mij gaat zeggen, ja, in het Oude Testament, daar staan verhalen van genocide. Nee, wacht. We zullen dat eens een keer te goed analyseren. Ah, ja. Wat is jouw precies verstaan van deze vers, voordat ik iets zeg? Nou, als ik het gewoon lees vanuit mijn hart, dan zou ik moet even nadenken. Ja, doe Christus maar. Jezus, jij bent, jij bent een christen langer dan ik op deze aarde ben, dus ik ben eerst een keer zeer benieuwd hoe dat jij daarover peist voordat ik iets zeg. Dus, doe maar. Christus Jezus, dat was in mijn ogen, is dat de allergrootste rebel. De allergrootste anarchist. Degene waarvan ze dachten, oké, jij gaat ons verlossen van die overheerser, zeg maar. Dan zegt Christus tegen die mensen, ik ben hier niet om de wet, en dat is, ik lees het dan als de wet, de gouden wet, of de profeten. Ik kom hier niet om dat te vernietigen, maar ik kom om iets te vervullen, om iets waar te maken. Want hij werd gezien als ja, hij werd ook wel genoemd de koning der Joden. Jij niet onze koning. Dat is, ja, maar wat had hij dan moeten doen? Oorlog moeten voeren tegen de Romeinen? Kijk, de meeste mensen die Jezus gevolgd hebben in den tijd, hebben niet begrepen wat het koninkrijk van God überhaupt is. Zij dachten dat hij ging komen en de Romeinen ging verslagen. En eindelijk is een keer terug in Israël oprichten. Ja. Een aarde dat vrij zal zijn van de Romeinse jok, van de Romeinse onderdrukking. Ja. Dat dachten ze. Ze hebben helemaal niet gesnapt voor wat hem kwam. En de meeste christenen snappen het ook niet. Als je nu deze vers leest, dan spreekt Jezus, I have not come to destroy the law or the prophets. Dan moet je natuurlijk weten, dat in de ganze Bijbel er nooit iets geschreven staat van the Old Testament. Ja. Dat staat niet. Het Oude Testament is in de Bijbel altijd genoemd the Law and the Prophets. Oké. De wet en de profeten. Nu, de profeten hebben voorspeld dat Jezus Christus ging komen. Hè? Ja, op Daniel. Veel plaatsen, nee, niet alleen maar Daniel. Daniel heeft het precieze tijdstip genoemd wanneer hij komt. Maar in andere profeten kun je dat ook lezen. Het is niet alleen in de psalmen, het is in veel andere profeten ook geschreven, bij wijze van spreken zelf, zo ver tot wat Jezus zegt, als man het kruis hangt, dat ze zijn kleren gaan verdelen en al die dingen, is allemaal op voorhand gezegd, al door de profeten ook al. Dus Jezus gaat dit vervullen. En wat gaat hij nog vervullen? Want hij heeft de wet niet afgeschaft, hij heeft de wet voldaan. Welke wet? De 10 geboden? Ja, help me maar. Ja, antwoord een keer op mijn vraag. Heeft hij die 10 geboden vervuld en daarmee afgeschaft? Ook, zou ik zeggen. Ook, maar vers 18. Nee, niet afgeschaft, hij heeft ze één vers 18, maar, for verily I say unto you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Ja.
Dus hij moet een andere wet vervuld hebben, of gekomen zijn om te vervullen, want de 10 geboden, kijk, als hij de 10 geboden aan het kruis genageld zou hebben, dan mochten wij vandaag zondigen totdat we doodvallen, bij wijze van spreken. Dan maakt het allemaal niet uit, want we zijn onder genade. Maar onder genade zijn we toch alleen, we zijn toch onder genade alleen maar gered. En als we gered zijn, wat zegt Jezus denn? Wie van mij houdt, die houdt mijn geboden. Ja, mijn geboden. Dus kan hij toch niet afgeschaft hebben? Nee. Nee, maar hij kan een andere wet afgeschaft hebben. Hij heeft al die wetten afgeschaft. Dat noemt men de Levitical Law. Ja? Dat wet van Leviticus, van de Leviten. Hij heeft dat hele ceremoniële wet afgeschaft. Want die offeringen moeten niet meer gebeuren. Want wat staat in Daniel kapitel 9 geschreven, mijn lieve vriend? Mag ik hem even erbij pakken? Even ja. Er staat... Even zoeken. Er staat geschreven in vers... Welk hoofdstuk van Daniel? 9 natuurlijk. Ja. Met Jezus Christus, hè? In vers 27. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease. Waar ging het hele Mosaïsche ceremoniële wet over? Offeringen. Ja. Ja? Maar Jezus staat hier, in vers 27 staat, en hij zou de offeringen en oblaties, dus dat zijn de geschenken die men geeft, bij wijze van, ik kom nu niet op de juiste naam daarvan, maar... Ik begrijp je. Dus dat zal hij stopzetten. Kijk, we hebben de laatste keer over gesproken en hebt u hem nog gelijk gegeven. Het verschil tussen het oude testament of de oude contract... En de nieuwe contract met God is, dat God in de oude contract de mens nog een deel van zijn verlossing mee zelf overlaten heeft. Want hij heeft tegen die mensen gezegd van jullie moeten die offeringen en oblations gaan doen. En op die dagen, op die feestdagen en zo verder dat allemaal gaan doen. En dat is allemaal een schaduw van Jezus Christus. Waarom? Omwille van, uiteindelijk zeggen we toch, weten we toch, het staat in de Bijbel geschreven. Wat heeft Johannes gezegd? John heeft gezegd, look, the Lamb of the world who takes away the sins of the world. Het perfecte lam. Ja. Wat hebben ze al die jaren geofferd sinds de Passover in Egypte? Als je een keer naar Exodus gaat, waar ze uit Egypte uitgaan, zegt God tegen hun, dien dag, slacht een lam, neem dat bloed, smeer het op uw deurdrempel, en elk huis... dat het bloed van het lam heeft, ga ik voorbij. En elk ander huis ga ik binnen en ga ik de eerstgeboort menselijk en dierlijk doden. Ja. Dat is, wat wil ze, kunde Engels, Passover, wat wil dat zeggen? Voorbijgaan. Ja. God gaat aan die huizen voorbij, die te kennen geven door dat bloed van het geslachte lam op de drempel te hebben. Op die manier gaan de Israëlieten aan God te kennen geven van hier wonen wij, laat ons met rust, ons wilde je niet doden, maar je wilt deze plaag sturen over al de Egyptenaren. Dus aan al die huizen gaat God voorbij. Hij passes over. Ja. Vandaar dat Pascha of Passover feest. Ja. Dat is heel simpel, hè? En dit feest hebben ze moeten houden door de Levitische wetten, dus de Levitical Law of Ceremonial Law, dus Ceremonial, ik weet niet hoe je dat in Vlaams zegt. Ceremonial, ja, dus feestelijk bij wijze van spreken, die feestelijke wetten. Ja. Dat hebben ze moeten houden, dat was allemaal een zijn van de komende Christ. Ze hebben dat lam altijd moeten gaan slachten, maar het bloed van een lam neemt nooit die zonden van de wereld weg. Daar is maar één bloed dat de zonden van de wereld kan wegnemen. En dat is dat bloed van een mens. En niet zomaar een mens, maar een mens die nooit niet gezondigd heeft. Wat heeft Christus gedaan als hij op deze aarde kwam? Heeft hem gezondigd? In mijn ogen niet. Als hem gezondigd zou hebben, dan zou hij toch niet de verlosser kunnen zijn?
Dat lijkt mij ook, ja. Ja? Dus alhoewel dat Jezus in het vlees wandelde, gelijk wij. In het zondvolle vlees wandelde, heeft hij nooit niet gezondigd. En hij werd verleid om te zonden, onder andere door de duivel. Zoals we eerder in Matthäus al lezen. Ja? Als je neerbuigt en mij aanbidt, dan geef ik je al deze koninkrijken. Ja. Ja, van de duivel, het staat geschreven, je moet uw vader in de hemel aanbidden en niemand anders. En dan probeert hem het nog eens en probeert hem het nog eens. Hij heeft Jezus niet kunnen overtuigen om te zondigen. Dus hij heeft zijn aanbod gedaan aan iemand anders. Hè? En die andere noemt zich vandaag de dag de Paus. Hè? Ja, klopt. Die neemt dat wel aan. Hè? Ja. Daarom staat geschreven in Openbaring 13. En de draak gaf hem de macht. Ja? De duivel geeft hem de macht. De duivel heeft het aan Jezus Christus ook aangeboden. Maar Jezus Christus wist van, ik krijg een veel beter koninkrijk van mijn vader in de hemel, als ik hier alles te goed doe. En dat heeft hem gedaan. En hij was het perfecte lam. En hij heeft alle zonden op zich genomen. En daardoor maakt hij al die mensen vrij die in hem geloven en zijn wetten gaan opvolgen. Dus als wij zeggen, hij heeft in de tijd, 2000 jaar geleden aan het kruis, de 10 geboden afgeschaft, ja, dan zou ik vandaag rond kunnen neuken gelijk een zot. Ik zou mogen liegen. Ik kan Gods naam misbruiken. Ik kan andere goden voor mij hebben. Ik kan mij neerbuigen tot idolen. Ik kan van mijn buur afnemen wat ik wil. Ik kan stelen. Ik kan begeren zoveel als ik wil. Maakt allemaal ik mag zelf jaloers zijn. Ik mag. Ja, maar nee. Jaloers is ja in orde. Dat is ook een van de 10 geboden. Nee. Daar is je al dat cover. Nee. Perry. Dat is een heel groot probleem. Veel mensen doen exact dezelfde fout die jij nu doet. Die verwisselen begeerde met jaloezie. Oh, oké. Het 10e gebod is, je zult niet begeren je buursvrouw, zijn goederen, zijn ezel, zijn meid, zijn vrouwelijke dienaar, zijn dienaar en dergelijke dingen meer allemaal. Oké? Ik heb natuurlijk geen goesting om het hier uit te zoeken, maar ik zal het kunnen voorlezen. Dat staat er allemaal in. Je zult dat niet begeren. Thou shalt not covet. Ja. Oké, wat is het verschil tussen covet en being jealous? Ik ga eventjes, want die term heb ik al eerder opgezocht. Even kijken wat translate.google zegt. Ja, dat is inderdaad begeren. Ja, natuurlijk is dat begeren. Ik lieg niet, dat weet je toch ondertussen. Ja! Maar ik moet, weet het ook alweer, dingen ten ijs komen. En jaloezie is jealous. Als ik met Marco ga praten, ja. dan moet ik het wel gelijk goed hebben. Dus alles wat ik maar waar ik erg naast de waarheid zit, wil ik gewoon weten wat de waarheid dan wel is. Want anders dan ga ik weer onderuit. Weet je wat, Perry, als lang als hem zich gedraagt, dan doe eens een keer een conference call, dan praten we een keer alle drie, hè? Dan zal ik hem wel eens een keer op zijn puntje zetten. Den punt is, het verschil tussen jaloezie en begierde is, ik ben jaloers op iets dat mij onterecht afgenomen wordt, dat mij behoort en dat iemand mij afneemt, daar ben ik jaloers op. Heel goed. Maar ik heb begierde over iets wat helemaal niet van mij was, van begin af aan niet. Ja. Ik heb je dat verleden keer toch ook al uitgelegd. Ik heb toch dat voorbeeld gezegd, stel, je hebt een dikke Ferrari en je komt naar hier en ik ben zo geil op jouw Ferrari en ik wil die hebben en ik moet die hebben en ik begeer uw Ferrari. Dat is begierde. Ja. Maar die wend die met de moeder van je kind erdoor is, daar zeide je jaloers op. Heel goed gezegd. Dat is het verschil tussen jaloezie en begierde. Ja. Ja. Die vrouw was van u. Je was getrouwd met haar. Ja. Jullie hadden een contract van samenleving, van tegenzijdig respect en alles erop en eraan. Ja? En daar is een ander tussen gekomen en heeft uw vrouw van u weggenomen. Of dat nu met haar toestemming is of niet, dat speelt hier helemaal geen rol. Den punt is gewoon, op die vent zeide je jaloers, want hij heeft iets afgepakt wat rechtmatig van jou is. Ja. Wat zegt onze Heer in de hemel? Nu moet ik toch Exodus 20 open doen, ik kan het ja niet veranderen. Ja, dus, als we altijd maar met die 10 geboden en zo bezig zijn, dan gaat dat niet anders. Dan moet ik dat niet keer open doen. Exodus 20, wat zegt God hier zelf?
Ik ga even erbij pakken. Vers 5. Ja, als we spreken over de idolen, hè, de beeldenaanbiddingen. Ja? In vers 5 in Exodus 20 zegt hij: Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them, for I, the Lord, thy God, am a jealous God. Als jaloezie nu hetzelfde was als begeren, dan zou God ja het tiende gebod niet kunnen gaan uitspreken. Hij zou dan zijn eigen gebod tegengaan. Ja. Dus het verschil is, als we dan al een keer kijken naar, naar het tiende gebod. Ja, echt, thou ja. shalt not covet thy neighbor's house, thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass. En daarmee bedoelden ze dus donkey. Nor anything that is thy neighbor's. Ja, niet dat ze zeggen van, dat zijn aardigen, hè. Nor anything that is thy neighbor's. Jij mocht niet begeren wat niet van u is. Ja. Als je iets wilt hebben, zorg ervoor dat je het zelf gaat hebben. Yep. Ja? En dat is wat anders als jaloezie. Want in het tweede gebod, in vers 5, daar zegt God: For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. Dat kent iedereen. Maar vers 6, lezen ze daar nooit niet bij. And showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Kijk. Yes. Het tweede gebod waar we hier over spreken in vers 5 en daarvoor al in vers 4, gaat over het maken van afbeeldingen. En deze afbeeldingen gebruiken om ze aan te bidden. Ja, klopt. Goed. Maar God alleen staat aanbidding toe. Ja. God alleen mag rechtens aangebid worden, want hij is de... Maker, hij is de creator van alles. Hij is de schepper van alles. Als je iemand aanbidt, dan de schepper en niet de schepping. Ja, in de vorm van een idool. Dat zegt God hier. Hij zegt, als je dus die aanbieding van mij wegneemt, dan ben ik jaloers. Ja. Ja. En gelijk heeft hem. Dat lijkt mij ook, ja. Ja. Als je van mij afpakt wat rechtmatig van mij is, dan ben ik jaloers, man. En ik heb daar alle recht toe. En ik heb alle recht daartoe stappen te ondernemen om het terug te krijgen. En wat zegt God? Deuteronomy 28. Hè? Vierde boek Mose, 28. Kapitel. Jong, daar gaat over een paar bladzijden. Hè? Maar als je dat niet kent, dan moet je eens een keer lezen. Dat gaat over curses pronounced by Moses. Welk hoofdstuk van Deuteronomium? Ja, Deuteronomium, dus het vierde boek van Mose, kapitel 28. Daar gaat het over de curses on disobedience en over de blessings on obedience. Dus hoe dat wij tussen aanhalingstekens beloond worden voor gehoorzaam aan onze Heer. En hoe dat wij gestraft worden voor ongehoorzaam aan onze Heer. Dan moet ik gelijk denken dat Christus Jezus heeft gezegd: Hij die heeft, zal gegeven worden. En hij die niet heeft, zal ontnomen worden dat wat hij heeft. Dat wat hij heeft, ja. 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 Dat is ook weer zo'n punt waar dat je kunt zeggen van de Big Bang theorie kan dus niet kloppen, hè? Nee, natuurlijk niet. Want iemand die niets heeft, daar kun je niks wegnemen. Maar nee. Jezus zegt van die niets heeft, daar geef ik hem gelijk dat weinige dat hem heeft. Dat kan ik hem nog afpakken. Maar dus hij zegt eerst diegene die niets heeft. Ho, maar die heeft wel iets. En dat kan ik hem nog afpakken. Ja. Niets, helemaal niets. Als dat afgepakt is, dat kan niet ontploffen. Hè? Maar dat is weer een ander onderwerp. De punt is, we waren bezig over Matthäus 5, 17, als ik het me juist herinner. Ja. De punt is, onthoud dat heel goed. Als hij hier zegt van, I have not come to... hoe zegt hij dat? To abolish the law? Wat was het? Ja, ja. To destroy the law or the prophets. Ja, ik heb het hier weer niet openstaan. Ik moet het eens even ik zit achter de computer. Think not voor that mij I is am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but to fulfill. Hij is gekomen om het Levitische, het ceremoniële wet te vervullen, dat al die jaren daarop naartoe geduid heeft dat ze met de offeringen, met de
met de opofferingen die ze aan God gedaan hebben in de tempel, daar hebben ze om vergeving gebeden. Ze hebben daarvoor dat bloed van een lam moeten gaan gebruiken. En de heidenen hebben dat ook gedaan, maar die hebben niet dat bloed van lammen gebruikt, die hebben dat bloed van kinderen gebruikt. Die hebben dat bloed van mensen gebruikt, die hebben mensenofferingen gedaan. Ja, dat is een groot verschil tussen de heiden en de christenen. Dat is een heel groot verschil tussen de heiden en Israël. Ook in het Oude Testament. De heiden hebben wel mensenofferingen gedaan. Staat ook in de Bijbel. Ja? Dat hem zegt van, stuur uw kinderen niet door het vuur en geef ze niet aan Moloch, dat ik u nooit niet gezegd heb, dat je moest doen. Staat er zo in, hè? In Genesis ergens. Kunnen we zelf een keer opzoeken. Maar de heiden hebben altijd zo van die dingen gedaan. Maar dus, Matthäus 5, 17 is een heel duidelijk aanhaalpunt dat hem zegt van, ik ben niet gekomen om het wet en de profeten te vernietigen. Te vernietigen, maar om het te vervolledigen. Om het hoe zeg men dat? In te vullen, zeg je dat ook. Ja, om het tot completion te brengen, dus af te sluiten, om ervoor te zorgen dat het gedaan is. Dat is gewoon, daarom zegt hij doch aan het kruis, vlak voordat hem sterft, zegt hij doch, it is done. Ja, wat is dan? Aber ja, hij heeft zijn bloed gegeven voor onze zonden. Dat bloed van schapen, van lammen, kan nooit niet de zonden wegwassen. Dat was een teken van geloof. De Israëlieten in het Oude Testament geloofden dat dat bloed van dat lam hun zonde wegwaste. Dat deed het niet. Maar dat geloof heeft hun rechtvaardig gemaakt. En dat is hetzelfde wat wij in het Nieuwe Testament hebben. Het geloof van ons maakt ons rechtvaardig dat wij geloven dat dat bloed van Jezus Christus de zonden heeft weggenomen. Maar dat bloed van de lammen heeft het nooit niet kunnen doen. Dat was maar een voorteken voordat Jezus ging komen. Dat uiteindelijk hij dan de Messias is, die eindelijk eens een keer daarvoor zorgt dat de sacrifices and oblations cease. Hè? Wie in Daniel 9, 27. And in the midst of the week he shall cause the sacrifice and oblation to cease, and for the overspreading of abominations he shall make it desolate even until the consummation, and that determined shall be poured upon the desolate. Daarmee is het gedaan, want het staat erin in vers 24. 70 weeks are determined upon thy people, bla bla bla, to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring an everlasting righteousness. Everlasting righteousness. And to seal up the vision and the prophecy and to anoint the most holy. Ja, dat is ook gebeurd, ne? Als Jezus in de Jordaan was en gedopt werd door Johannes den Doper, werd de most holy anointed, gezalfd. Dat was het, hè? Klopt. Ik ga hier even over nadenken. Ik moet het even op me in laten werken, wat je allemaal hebt verteld. Ja, sorry dat ik zo. Ik ben ze. Ik heb alle teksten, ik heb allemaal tapjes. Ik kijk naar de King James online. Dus ik heb allemaal tapjes openstaan. Ik ga dat allemaal even lekker in alle rust nalezen. En dan ga ik met Marco gewoon lekker kletsen. Want ik heb met hem ook. Ik heb met hem gisteravond weer gesproken. Dat ging allemaal toch wel weer goed. Hij schaamt zich, eigenlijk. Daar komt het op neer. Dat hij ook zegt, ja, ik had het niet mogen doen. En, ja. Kijk, om nog eens een keer terug te komen. Om nog eens een keer terug te komen op dat kinderneuken geval. Ik heb daar vandaag in die commentaar één zin mee bijgeschreven. En dat neemt compleet de wind uit de zeilen van iedereen. Niet alleen Marco. Maar van iedereen die zo'n bullshit beweert. In de Bijbel staat heel duidelijk in, je moet het alleen maar juist lezen, dat elke seks buiten het huwelijk fornication is, dus ontucht is. Oké? Ja. En wat is een huwelijk volgens de Bijbel? Volgens de Bijbel is dat alleen maar een man en een vrouw. Het staat helemaal in het begin in Genesis geschreven. We moeten ja nog een keer terug naar Genesis, hè, mijn vriend. Wij moeten dat ja nog afmaken. Hè. Daar staat toch in dat Adam zei,
And this is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ja, dat is Genesis kapitel 2, vers 3 en 24. Oké? Okay? Dat is huwelijk gelijk het van God bedoeld is. En God, oh, dan ben ik u gelijk. En, God, en laat me uitpraten even, alstublieft. Ja, en God mengt zich ook niet in uw slaapkamergedoe. Wat je in de slaapkamer met uw vrouw doet, in gemeenschappelijk akkoord, kan hem geen barst schelen. Daar is de Romeinse kerk anders. Die mengt zich wel in de slaapkamer en zegt van, oh, seks is alleen maar voor procreatie, hè? Voor als je kinderen wilt maken, hè? Mm-hmm. Alles andere seks is zonde, hè? Dat is de Romeinse kerk, dat is niet God, hè? Ja. Als je de Bijbel te goed leest, dan verstaan je dat, hè? En ik heb de Bijbel nog niet eens compleet gelezen. En ik ga hier iemand leren die al langer Christus dan ik op deze aarde ben. Maar de punt is, ik denk, ja, bijna jij tenminste. Jij hebt veel gestudeerd. Je hebt meer Bijbel gestudeerd. Nee. Wel. Ik ken de Bijbel heel lang en ik dacht toen al, dit klopt. En ik hoef niet alle details. Ja. En dan word ik ergens van aangevallen. En dan zeggen ze, joh, dus dat dus denk ik, ja, fok op zijn Nederlands. Dan weet ik niet waar het staat. Hè? Ja. De Bijbel, Perry, er bestaat geen leuker boek om te lezen en over te discussiëren. Als je met zo'n dingen gelijk met Marco afkomt en je houdt de Bijbel daarvoor. Je zegt van, nee jongen, het is zo. Als hem zegt van, kijk, ze mochten kinderen neuken. Nee, want kinderen neuken is seks buiten het huwelijk. Wat is seks buiten het huwelijk? Een zonde. Dat is fornication. Dat is ontucht drijven. Dus in de Bijbel moet het zelfs niet zo expliciet instaan van, je mocht geen kinderen neuken. Dat staat gewoon in de Bijbel, elke sekshandeling die je doet buiten het huwelijk is fornication. Dat wil zeggen, seks voor het huwelijk is fornication. Ja, ik werd gewoon onderuit geschopt. Trouwen op een Bijbelse zin is dat man en vrouw elkaar een belofte doen om samen te zijn. En op den ogenblik, als dat huwelijk geconsumeerd wordt, dat wil zeggen als ze in de slaapkamer zijn, en de man dringt voor het eerst een vrouw in die nog nooit eerder ingedrongen is geweest van een man, dat is de voltrekking van het huwelijk. Mm-hmm. En daarna kunnen ze dat zo vaak doen gelijk dat ze willen. Mm-hmm. En voor welke reden dat ze ook willen, maar met elkaar. Hij niet met een ander, man-vrouw, en zij niet met een ander, man-vrouw. Ja. Zo simpel is het. Ja. Alle seks buiten dat, die afspraak, tussen ja, die twee, buiten die belofte, ja, is ontucht. Ja, en dus ook seks met kinderen. Ja, tuurlijk. Ja. Gisteravond ben ik door een satanist, dat is een hele aardige jongen, die kan heel erg goed schaken. Een jonge jongen. En hij is dus lid van de Satanskerk. Dat heeft hij mij dus gisteravond verteld. Ik vroeg dus ook, van, ga je dan ook? Want ik wist al dat hij... Hij noemde zichzelf satanist en ik vroeg dus gisteravond aan hem, ben je dan ook op zo'n... Dan zei hij, ja, dat is periodiek. Dan ga ik naar Amsterdam. Ik sloeg helemaal stijl achterover. Ik denk, wat dat dan weer voor gezeur. Ja. Goed. Er was nog een andere jongen, een jonge jongen zat er ook bij aan tafel. Die zat er al lekker naar te luisteren. En toen zei Jesse, zo heet hij, die satanist, die zei tegen die andere jonge jongen, van hij is een superchristen. Nou, dat vond ik wel lief. Daar beledig je mij niet mee. Hooguit schat je me te hoog in. Maar ik vind dat niet erg. Heb ik jou trouwens ook verteld over dat met die vrijmetselaars waar ik mee gesproken heb? Mm-mm. Ja? Nee. Oké, dat is ook zo leuk. We was op datzelfde terras. Zat ik met een man te praten en ik zei gewoon van, ja, dat ik christen was. Dat ben ik gewoon qua overtuiging. Ik ken niet alle bijbelteksten uit mijn hoofd en zo. Maar ik ben gewoon qua overtuiging. Voor mij is dat en niks anders. Hè. En hij tilde zo een stukje van zijn overhemd omhoog. En liet hij mij dus zijn riem zien. Met zo'n, hoe noem je zo'n ding aan de voorkant. Er zat zo'n kompas, een square met een G erin. Ik zeg, ben jij vrijmetselaar? En hij doet ze over en weer omlaag. En zegt, ja. Ik zeg, oh, wat gezellig.
Ja, dat was ook, werd ook een heel leuk gesprek hoor. Dan zit ik, kwamen er ook mensen bij zitten. En die vrijmetselaar zegt dan tegen die andere mensen die erbij komen zitten: van ja, hij is een christen. Nee, hij is een geristen. Gaat hij dan ook nog maar die ge gebruiken? Hij is een geristen. Nou, een paar dagen later sta ik ergens anders. En er was een feestje gaande. En een oudere man en zijn dochter of zijn nicht, die had een nieuwe baan gekregen. En dan kocht hij allemaal van die flessen Prosecco, dat is best lekkere wijn. En ik kreeg ook een glaasje in een plastic bekertje, want je mag op het terras mag je niet meer met glazen vanwege de terroristische dreiging of zo. Zijn er plastic bekertjes? Nou, oké. Okay. En ik zeg dus tegen die man wat ik had meegemaakt, hè? Dat ik dus een vrijmetselaar had ontmoet, die dus eventjes laat zien dat hij vrijmetselaar is. En die man die kijkt me zo aan en die zegt zo: dat had hij nooit mogen doen. Ik zeg, weet je wie het is? Ja, zei hij. En toen dacht ik erachteraf, ja, meneer, dat heb ik niet tegen hem gezegd. Maar als hij tegen mij zegt, dat had hij niet mogen doen, wat mee je dus bedoelt, want hij mag niet verklappen dat hij lid is van die club. Maar wat doe je nu zelf? Je zit mij te vertellen dat hij dat niet had mogen doen. En je kijkt hem nog boos bij ook. En echt met zijn blik, wel eerst volgende keer dat wij een rituaal gaan doen, dan ga ik hem daarop aanspreken. Hij verklapt zijn eigen ding dus ook. Maar ik vind het niet een kwestie, niet een teken van logica. Ik vind dat ze gewoon flauw doen. Dat vind ik ook van die satanisten. Want ik vroeg ook nog aan die satanist, van als je dan zo'n rituaaltje gaat doen daar, ook met blote vrouwen erbij. En toen keek hij dus een beetje met zo'n glimlach en keek een beetje omhoog en hij zei geen ja of nee. Ja, dan weet ik al hoe laat het is. Het is kleuterij eigenlijk. Dus het is eigenlijk heel kinderachtig wat die mensen doen. Waarom lees je niet gewoon de Bijbel en ja, of je leest hem helemaal of je leest genoeg zoals ik. Dat ik denk, oké, ik snap het wel en ik hou me eraan. Maar je gaat dan niet allerlei feestjes organiseren en iedere donderdag bij elkaar komen. En er zei ook trouwens, die satanist zei ook nog, van ja, er komen allemaal mensen die zitten in zaken hoor. Die zijn allemaal hartstikke rijk. Nou, dan denk ik weer gelijk aan dat Christus Jezus benaderd werd door Satan of de duivel, zeg het maar hoe je het wil. Die hem zei van, jij kan alles krijgen wat je wil. Hey, wat doet het ertoe dat je omgaat met zakenmensen? Ik ga liever om nog met, ik ga met daklozen om bijvoorbeeld. Ik ga om met prostituees. Gewoon praten, hè? En een drankje kopen. En dan kletsen we wat. En dan breng ik zo iemand naar huis. En dan zeg ik dag. Dus ik krijg een zoen op de wang. Wat moet ik met rijke mensen? Ik heb liever eigenlijk al die arme mensen. Die zeggen mij veel meer. Ja, dat was het. Ben je weer helemaal op de hoogte? Where your heart is, there will be your treasure also. Ja. Die hebben wij samen gelezen, toch? Dat is Matthäus 6 ergens, toch? Of 7, Nee, nee, 6. dat weet ik niet. Zeg dat Verzamel u zo. geen schatten op deze aarde, waar Ja. motten en dieven. Ja, dat is op het einde van kapitel 6 naartoe, ja. Ja. Maar den punt is toch, met die Satanisten gelijk, dat zijn rijke mensen. Ja, natuurlijk zijn het rijke mensen, want die verkopen hun eeuwig leven voor wereldlijke goederen. Is dat nu geld of is dat andere bezittingen, gelijk huizen, jachten, vliegtuigen, auto's, motto's, speelt geen rol. Kijk, als je op deze aarde wat in de gezelschap of het algemeen bedoeld wordt als een goed leven wil hebben, dan moet je maar je ziel verkopen. Maar dan moet je niet een contract met den Satan afsluiten, je moet gewoon naar God niet luisteren. Dat is al genoeg. Want als je naar God niet luistert, dan luister naar een ander. In de Bijbel staat erin, je kunt niet twee heren dienen. Ja? Je dient ofwel den een ofwel den ander. Dus als je God niet dient, dien je den ander. En als je den ander dient, dan zal die misschien ervoor zorgen dat het je goed gaat. Misschien ook niet, want uiteindelijk haat die mensen. Die Satanist zal ik gewoon eens een keer gefragt hebben van, en wanneer ga jij eens een keer je keel doorsnijden? Dan zal die waarschijnlijk heel stom aankijken zeggen van, wat zeg jij nu? Ja, maar jong, als je een satanist bent, dan bid je de God van de dood aan. En dan is er dus geen groter glorie als doodgaan en dood zijn.
Ah, wel, maak jezelf dan af, hè? Wat speelt het nog voor een rol? Je vindt dat toch Precies. zo geil? Misschien gaat het nog met een stijve over de Jordaan dan. Dat is heel. Ja, zo zal ik hem niet aanspreken. Ja, je kunt het natuurlijk anders verwoorden, maar uiteindelijk komt het toch daarop neer, hè? Ja, het punt. Daar Het zei hij probleem, dus dat ook. probleem, Perry, is dat die mensen zich daar niet bewust van zijn dat het daarop neerkomt. Ze vinden dat allemaal een leuk spelletje hier gewoon, weet je? Want op den ogenblik, als jij die mens neemt en je zet hem een mes aan zijn keel, gaat hij bidden voor zijn leven. Mensen die van God heel hun leven niet moeten gaan hebben, hè? Op het einde, als ze een keer, weet ik veel, over een klif hangen en dreigen af te vallen, of als ze dreigen te verzuipen, of weet ik veel wat, wat doen ze? Ze roepen om hulp. Ze roepen om God. Iemand die ze heel hun leven niet moesten hebben. En de ene keer moeten ze hebben. Er is niemand die zegt van, oh, dat is goed, ik ga maar, daar. Huh? Waarom niet? Omwille van dat we in ons binnenste allemaal van het leven houden, hè? Maar we zijn ons daar niet van bewust. En kijk, een van die belangrijkste zinnen die ik zo de afgelopen jaren tegengekomen ben in dat opzicht is van, je moet je niet afvragen waarom dat God toelaat dat mensen sterven. Je moet je afvragen waarom dat de mensen niet het vrije geschenk van God aannemen voor het eeuwige leven. Precies. Je moet niet vragen van waarom is het zo slecht op deze aarde? Waarom zijn er al die ziektes en onweren? Onzin. En alles mogelijke, noem het maar allemaal op. Ik heb nu geen goesting, je kunt 10 minuten aan optellen wat allemaal slecht is aan deze aarde. Dat moet je niet vragen. Je moet je vragen van, ja, waarom accepteer ik als mens dan alstublieft niet dat God mij toch de hand uitstrekt en het eeuwige leven aanbiedt? Dat is die vraag die men zich moet gaan stellen. En met een satanist kunnen zo dingen gaan zeggen. Maar het probleem is dat die mensen niet voor reden vatbaar zijn over het algemeen. Hij praat met mij. Ja, maar dat is schoon als hij met u praat. Als je daar een gesprek mee kunt opbouwen, dan is het des te beter. Dan kun je zo mensen kunnen ook nog een keer helpen. Dan kun je zeggen van, waarom doe jij dat nu? Vind jij dat leuk, een klein kind te nemen op uw satanisch ritueel, dat nog maar 3 maanden oud is, en dat kind op bij levende lijven zijn hart buiten te snijden, nadat je hem in zijn ars gepoept hebt? Vind je dat leuk? Ga je daarop af? Nou, zover gaat deze jongen niet, want ja, die satanisten. We spreken daar over satanisme. Daar is geen verschil tussen witte magie en zwarte magie. Daar is geen verschil tussen lichtsatanisme en zwaar satanisme. Als je in dat kring daarin zit, dan zit je in dat kring daarin. En dan ga je vroeg of laat met het een of andere geconfronteerd worden. Ik heb video's gezien van rituelen, waar natuurlijk dat niet allemaal opgenomen was, maar testimonies, dus getuigenissen van mensen, van een vrouw die in zo'n satanisch ritueel gebaren heeft en ze hebben dat jong geboren baby direct vermoord. Ze heeft zelf dat mes moeten houden om dat baby het hart uit te snijden. Als je dat een keer hoort en weet met wat die mensen bezig zijn, jong, daar draait zich mij normaal gezien de maag om. Dat kunnen als normaal denkende mensen niet begrijpen. Maar ja, je moet een dief zijn om gelijk een dief te denken. Je moet een moordenaar zijn om gelijk een moordenaar te denken. Als je dat niet bent, dan kun je dat niet. Als je je in die situatie niet kunt inzetten en kunt zeggen, oh, dat kan ik ook doen. Nee, leuk, oh, pff, niks aan de hand. Oké. Maar dan moet je ook daarna leven. You cannot serve two masters. Je kunt niet twee heren dienen. Je dient ofwel de een ofwel de ander. Als je Jezus dient, dan heeft dat over het algemeen tot gevolg dat je van wereldelijke, zogenoemde genoogten, of hoe je het ook wilt zeggen, geneugten, ja, onthoudt. Waarom? Ja. Omdat die u niks zeggen. Omwille van dat je op een andere manier plezier hebt. Gisteren heb ik een spreuk tegengekomen in dat video wat ik je gestuurd heb. Ik ga dat eens een keer even opzoeken, want ik heb dat daar van voren geschreven. Ik vond die spreuken gewoon schitterend. Entertainment is the devil's substitute for joy. Ja. Unterhaltung ist des Teufels Ersatz für Freude, für Wonne, für Entzücken. Ja? Entertainment is the devil's substitute for joy. Helemaal met je eens. En daarom is op deze aarde niks anders als entertainment, waar je ook maar gaat. Nu zijn we zelfs zo ver
dat die mensen al niet meer rustig een telefoon op zak kunnen gaan houden, maar dat ze daar constant op aan het spelen en doen zijn, ja, om onderhouden te worden. Ja? Ze kunnen zelfs niet meer op straat veilig lopen. Ze moeten al verkeerslichten in de grond gaan zetten, dat mensen die de hele tijd met hun nieuwe telefoon bezig zijn, ook een keer zien dat ze daadwerkelijk voor een rood licht staan. Ja. Trouwens, even nu je het erover hebt. Ja. Was die... We hebben dat feest hier voor de koning. Hè? Het was toen de koningin. Koningin de Dag heette dat toen. De kinderen, ja. En toen is er een man, en dat was een voormalig beveiligheids... Ja, dat was een aanslag waar die met een motor daar in die mengen daarin reed, een paar jaar geleden, of niet? Ja, dat, dat was vlak bij, vlak bij die obelisk. Ja. Nou, toen was koninginnenfeest in één keer voorbij. Ja, er waren natuurlijk heel veel mensen hier in de stad. En mensen die liepen, en niemand keek, nou niemand, bijna niemand... keek op zijn mobieltje. Ze waren allemaal zo geschrokken... dat dat mobieltje... dat deed er niet meer toe. En iedereen die een beetje mompelde zo... het feest is voorbij. Ik denk, hé... en nou heb je je mobieltje niet nodig. Ja. En voor de rest, ja, ik zie het ook. Ik erger me er niet meer aan. Hoor. Mijn dochter, die kan er ook wat van. Ik heb ook tegen haar gezegd... ook al is het bezoek... jij mag van mij op je iPad zitten... zoveel je wil. Alleen... als er wat aan jou gevraagd wordt, dan geef je wel antwoord. Ja. Je gaat niet wegzinken in dat ding. Dus je mag van mij twee dingen tegelijkertijd doen. Als je dat kan, dan mag. Maar je bent wel in deze woning. Want je oma is op bezoek en de opa, dat is niet de echte opa, maar de nieuwe man van mijn moeder. Ja, die zijn op bezoek voor ons. En we natuurlijk gaan wij grote mensen dingen bespreken. En daar heb je helemaal geen zin in. En dan wil je eventjes WhatsAppen met je vriendin, is allemaal best. Maar als mijn grootmoeder wat aan je vraagt, dan geef je gelijk antwoord. Dus je hebt twee oren. Je ene oor luistert naar je iPad en je andere oor luistert naar het gesprek. En die regel overtrad ze een keer. Die heeft ze gelijk van mij op de kop gekregen. En dan was ze misschien nog heel even bang dat ik dan zou zeggen dat ze dan een iPad-verbod zou krijgen bij het eerstvolgende familiebezoek. Ik zei nee, ik ben toch duidelijk. Je mag van mij doen wat je wil, maar je bent waar je bent. Martin Heidegger met Dasein. Mag ik dan iets zeggen? Ja, ja. Dat neemt nu natuurlijk, of dat groeit nu echt uit tot een plaag met deze iPhones en mobieltjes en tablets en weet ik van wat we allemaal hebben. Maar denk eens een keer gewoon 40 jaar terug, Perry. Toen hadden we nog geen mobieltjes. Maar je ging naar de bank en toen der tijd bestond er nog zoiets als een bankbediende die achter glas zat over het algemeen aan een kassa en als je geld van je rekening wilde halen ging je daar naartoe en je hebt met die mens gepraat en je hebt uiteindelijk geld van je rekening afgehaald. Hoe vervelend is dat toen der tijd niet al geweest als je daarvoor stond, je hebt daar 10 minuten zitten aanschuiven, eindelijk is het jouw beurt en hij zegt goeiedag tegen u en dan dring, 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 ja, telefoon, dring. Ja. Oh, even de telefoon oppakken. Ja. Sorry, maar de telefoon is niet belangrijker als die persoon die je tegenover staat. Hè? Wie wil bellen, die kan terugbellen. Wie daar staat, die kan ook terugkomen, maar die doet wel meer moeite. De respect zou zeggen van, laat dat telefoon maar bellen. Ik ga eerst meneer of mevrouw hier van voor afhandelen, voordat ik nu voor iets anders ga zorgen. Ja. En ik zeg dat met opzet, Perry. Want ik spreek over een jaar of 40 geleden. Of 35 of 30. Ja, ik heb het ook meegemaakt. Ja, daarom zeg ik dat. Ik weet je bent al een beetje meer op leeftijd gelijk ik ook. Dus als jonge mensen misschien naar dit luisteren, want ik denk dat je dat toch wilt omhoog laden. Ik zal je straks die opname geven, dan doe je daarmee wat je wilt. Het punt is toch gewoon, dat is allemaal niks nieuws. Het is alleen nog maar verergerd ten opzichte van vroeger. Maar ik heb me daar vroeger al aan geërgerd. Dat die mensen de telefoon voortrekken ten opzichte van die persoon die daadwerkelijk tegenover hun staat. Ik vind dat niet in orde. Ik zou je nog een andere vertellen. Wat ik altijd een intelligente oplossing vond, wat ik altijd geprobeerd heb om te doen. Ik was jarenlang verkoopchef in een wijnfirma en zo. En dan gebeurde het ook dat ik in gesprek was met mensen en ineens belde een telefoon. Dan ben ik aan de telefoon gegaan en heb ik gezegd, ik ben eventjes in gesprek, wilt u eventjes wachten of zal ik u straks terugbellen? Ja.
Ik kan wel even wachten. Ja, goed, dan heb ik de microfoon dicht gehouden, heb mijn gesprek verder gedaan. Dan heb ik met die mens mee bezig gehouden. Aan hun de keuze. Huh? Dus. Maar heb respect voor die mensen die de moeite doen om tot bij u te komen en u bepaalde dingen te vragen en met u om te gaan. Hè? Ik zat in de auto met mijn kind en de moeder en haar moeder. En haar moeder was een verhaal aan het vertellen. En ze zei, en toen zei ik, hey, ganzen. En ik zat dus naar haar te luisteren. Ik denk, ganzen? Hoezo die ganzen in dit verhaal, hè? Dus ik zei, van, hoezo ganzen? En toen wees ze naar buiten, zei ze, kijk, daar zitten ganzen. Kijk, dat kan dus niet. Zij was een anekdote aan het vertellen, waarin ze zei, en toen zei ik, hey, ganzen, waar ben je dan met je gedachten? Zit je in die auto met mij en Nina en besef je dat wij naar je luisteren? Of ben je buiten die auto bij die ganzen? Ja, die Canadese ganzen, die, in Nederland sterft het ervan. Die komen allemaal, ik weet niet waar ze vandaan komen. Die eten hier al dat gras op. Maar waar ben je op dat bezig? Moment? Ja! Respect, Perry. Dat is altijd dat waar het op terugkomt. Dat is dat wat onze maatschappij vandaag de dag mist. Mensen zijn alleen nog maar, ze zeggen dat in Engels als gewoon self-centered. Ja? Ze denken alleen nog maar aan zich. Wij zeggen daar egoïsme tegen. Ja? Ikke en de rest kan stikken. Ja, zo hoort dat, ja. Huh? Zo zeg je dat, zo zeg je dat, ja. Zo, zeggen ze zo dat hoor je dat te zeggen, ja. Precies. Zo zeggen ze dat in Vlaams, hè. Oh ja, in Nederland ook. Ja, dat is goed. Wij wonen ja het rijmt Vlaanderen. Zo mooi. Ja, ja. Wij wonen ja in Vlaanderen samen. Hè? Jij wel, ja. Jij ook. Alleen, zij hebben dan achteraf een kunstmatige grens getrokken tussen een land dat noemt nu België en een land dat noemt nu Nederland. Maar vroeger was het waar wij wonen allemaal Vlaanderen, hè, man. Dus, ik zou eigenlijk willen dat alles vanaf de Eems tot en met de Schelde, dat is gewoon de delta van Europa. Daar moeten we eigenlijk één gebied van maken. Ja, dat wordt een beetje kletsen nog wel. Dat zullen ze zo snel niet goed vinden. Want ze hebben er met opzet, inderdaad, daar heb je helemaal correct in. Ze hebben het met opzet gewoon in stukjes gehakt. Verdeel en heers, heet dat. Ja. Nou, ik weet het. Maar laat ons dan een keer terugkomen op de Bijbel. We zijn hier echt aan het... Ja. Maar Matthäus 5, 17 is dus gewoon the law and the prophets. Dat is het Oude Testament. Ik probeer ook, als ik bijvoorbeeld als ik mijn Bijbelstudie heb met Brett en met Tom, geen een van ons drie zegt het Oude Testament. We spreken altijd van the law and the prophets. Het wet en de profeten. En dat is Jezus gekomen om te vervullen, om te vervolledigen. De ceremoniële wet van Mozes, dat is dat wet wat Mozes gegeven werd achter die stenen tafels, die 10 geboden. Die werden bewaard in de Ark of the Covenant, in de, hoe noemde dat in Vlaams? Ark des Verbonds, volgens mij. Ja, in die Ark des Verbonds, hè? Daar werden die stenen tafels ingeplaatst. Ja? En dan werd die dicht gedaan. Maar dat Levitical Law, dat werd op dierenhuiden geschreven en buiten de Ark meegetransporteerd. Er waren al die wetten die hij in Leviticus en Numbers genoteerd had. Want dat zijn de wetten die God aan Mozes geeft op dat ogenblik. Hij zegt wat ze allemaal niet mogen doen en wat ze allemaal wel mogen doen en wat ze moeten doen. En wat hun wetten gaan zijn over bepaalde gedragingen, over rein en onrein en als je op toilet moet gaan en al van die dingen. Ja, al die dingen. Dat is tot in detail. Is alles beschreven in de Bijbel. En deze wetten, dat zijn die wetten die op dierenhuiden bewaard werden en niet op steen geschreven, gelijk de 10 geboden. Want wat wil dat zeggen als dat in steen geschreven is? En zeker als God dat met zijn eigen vinger geschreven heeft en niet eens maar twee keer, dat is onveranderlijk. Die dingen die op dierenhuiden geschreven staan, die zijn veranderlijk. Want die zijn degeneratie onderworpen. Die kunnen, ja, die moet je altijd terug gaan schrijven om ze verder te geven van generatie naar generatie. Die stenen niet, hè? Nee. Die worden niet zomaar even gepulveriseerd, hè? Nee. Klopt. Dus
deze wet dat op de dierenhuiden geschreven was, dat is vervuld door Jezus Christus. Hij is het perfecte lam geworden. En in het Oude Testament, zoals de mensen dat noemen, de wet en de profeten, hebben de Israëlieten geloofd dat het verspillen van dat bloed van een onschuldig lammetje, want dat moest altijd een perfect lammetje zijn, hè? Daar mocht geen spot en geen blijman zijn, hè? Niks, hè? Daar mocht niet ergens misvormd zijn of weet ik veel, hè? Moesten altijd perfecte beesten zijn, hè? Die ze geofferd hebben. Oké? Okay? En ja. De Israëlieten in de wet en de profeten, wat de meeste mensen noemen het Oude Testament, dat heeft erop gewezen dat dat bloed van dat lammetje in feite de zonde van die persoon of die zonde van Israël, ene keer per jaar als de Day of Atonement, als de hoge priester en het heiligste heilige ging in de tempel, bla bla bla, ik kan het hier niet vercompliceren allemaal. Als dat gebeurde, heeft hem de zonden van heel Israël weggenomen door die offering van dat bloed. Dat is door het bloed. Daarom zegt men ja ook in het algemeen, zonder het vergieten van bloed kan zonde niet vergeven worden. Dat is juist, maar Jezus heeft het eens en voor allemaal gedaan. Door het vergieten van zijn bloed is alles vergeven. De Jesuiten en de Katholieken denken daar anders over. Daarom hebben ze de mes, hè? De messen, de Eucharistie, met de transubstantiation. En daar komen we, jongen, daar kunnen we dagen over discussiëren. Je komt daar van het een en het ander. Hè? Maar het interessante is dus dat we begrijpen dat de Israëlieten in de wet en de profeten van vroeger, door het verspillen van dat bloed van dat perfect lammetje, hun zonde vergeven werden en wij in het Nieuwe Testament door ons geloof in dat bloed van Jezus Christus de zonden vergeven worden. Zo simpel is het. Ja. Dat is dus het Oude Testament tussen Anleitungstekens en het Nieuwe Testament hebben één ding gemeen. Het geloof dat het verspillen van bloed zonde gaat wegnemen. Ja. In het Oude Testament was het bloed van lammetjes en in het Nieuwe Testament is het bloed van Jezus Christus. Maar helemaal duidelijk. Ja, en dus dat is Matthäus 5, 17. Want ik zeg het, had hij gekomen om de 10 geboden af te schaffen, dan kosten wij vandaag de dag rondhoeren, moorden, liegen, zonder een of andere consequentie. Want hé, we zijn onder genade. Dat proberen ze u te zeggen. En nu komt een heel interessant puntje, Perry. Maar ik ga direct stoppen, want ik ga nog straks eten. Maar nu komt een heel interessant puntje. Iedereen... Als ik het zo uitleg, gaat iedereen in mijn akkoord van, nee, Jörg heeft gelijk, de 10 geboden zijn nog in werking. Dat heeft Jezus Christus niet afgeschaft. Zijn jij daar ook mee akkoord? Oké, waarom zeggen die mensen dan altijd van, alle 10 geboden zijn in orde, behalve het vierde? Even pakken er even bij, hoor. Dat is de Sabbat. Oké. Wij mogen geen andere goden hebben naast ons. Wij mogen ons geen afbeeldingen maken. Wij mogen de naam van God niet misbruiken. Wij moeten vader en moeder eren. Wij mogen niet moorden, niet liegen, niet ontucht drijven. En we mogen niet... noem ze nu maar allemaal een keer op. Hè? We mogen niet begeren, We mogen niet begeren wat van onze buur is. Ja? Heb ik ze nu allemaal... Niet liegen, niet begeren, niet bedriegen en dus niet vreemd gaan, doen. Maar de Sabbat houden, nee, dat moeten we niet. Dat vierde gebod, daar is er niet in. Dat is er niet in, hè? Waren het 10 of waren het 9? Als God 1 afschaft, schaft hem ze allemaal af, hè? Wat is Matthäus 5, 17? Welk wet heeft hij vervuld? Welk wet heeft hij afgeschaft? Bij wijze van spreken, niet afgeschaft, maar vervolledigd. Toch niet de 10 geboden. Nee. Ja, als hij dat gedaan heeft, als de Sabbat niet meer geldig is, ja, dan kan ik ook moorden en liegen en bedriegen en begeren en doen gelijk ik wil. Ja. Dan hebben we namelijk wat Aleister Crowley zei. Do as thou wilt is the whole of the law. Haha, daar zit er weer. Daar hebt u dan weer dat argument van uw satanist. Ja, en hij is dan niet voor Crowley, maar hij is meer van Lavey. Of het was andersom, ja, ik weet het niet meer. Ja, dat spitje en Roze zijn toch allebei aanhanger van één en dezelfde persoon. Of dat nu Anton Lavey is, of dat dat nu Aleister Crowley is, dat spitje en Roze. Satanisten zijn ze allebei, ja. Prima.
Nou, wil je nog wat ter afsluiting zeggen? Dan maken we als een mooie afronding en dan kan ik hem inderdaad gaan uploaden. Wel, ter afsluiting zal ik graag zeggen van, kijk, als je een keer iets in de Bijbel niet verstaat, dan lees meer in de Bijbel. Want de Bijbel expliceert zichzelf. Maar daarvoor moet je ook de juiste Bijbel in handen hebben. En daarvoor vertrouw ik nog altijd op de Koning James Bijbel van 1611. Dat is de enige Bijbel die zichzelf verklaart. En als je die compleet doorleest, wat ik ook nog niet gedaan heb, dat geef ik eerlijk toe. Maar als je die compleet doorleest, dan begrijpt jij dat. Omwille van dat op een bepaald plaats dingen gezegd worden, die op een ander plaats uitgelegd worden. Ja. In Openbaring heb jij dat ook. In Openbaring 17 in Openbaring 13 verstaat je niet wat dat is, dat beest dat uit de zee komt. Maar in Openbaring 17 wordt uitgelegd van, hey, de zee, dat water, dat zijn mensen. Dat zijn heel veel nazi's. Dus de Bijbel legt zichzelf uit. En ze doet dat vroeg of laat altijd. Als jij zoiets als Matthäus 5, 17 niet begrijpt, of als je die 10 geboden niet begrijpt, of als je weet ik wat niet begrijpt, de antwoord is altijd te vinden in de Bijbel. Ja. Altijd. Je moet alleen daarnaar zoeken. En je moet de antwoord in de Bijbel vinden en niet bij een of andere mens te raden gaan. Alhoewel dat Perry dat natuurlijk nu gedaan heeft, omdat hij zegt van, ik vertrouw Matthäus 5, 17 niet, maar ik heb het hem op een Bijbelse manier uitgelegd. Ja. Ik heb het niet met mijn woorden uitgelegd, ik heb het niet met de leer van mensen uitgelegd, ik heb het Perry uitgelegd aan de hand van de Bijbel. Aan de hand van andere versen, andere boeken, andere kapitels en andere versen in de Bijbel. En dat is hoe dat iets moet gebeuren. En daar wil ik alleen nog maar eventjes op nadrukken, dat wij onze antwoorden in het woord van God altijd maar moeten vinden. Want daar staan ze erin. De Bijbel is het enige ware woord dat wij op deze aarde hebben. De Bijbel is de enige waarheid aan die u zich kunt vastklampen. Klamp u niet vast aan Perry. Klamp u niet vast aan Jörg. Klamp u niet vast aan uw vader of uw moeder of uw superior op het werk of de priester van uw kerk of de pastoor van uw kerk. Klamp u aan het woord van God. Dat is de enige waarheid die je ooit op deze aarde zult mogen beleven. En dus bedankt voor het luisteren en kijken. En ha, op mijn typische Hamburger manier zeg ik tschüss. Tschüss. En dan zeg ik, en dag lievers.